lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier naast een heel mooi persoon. Is de eerste keer dat ik haar ontmoet en dat is Manisha. Ja. Kan je jezelf even voorstellen wat je allemaal doet? Want je doet heel veel, want ja, ik weet natuurlijk al wat ze doet. Want daarvoor ben ik hier ook, lieve mensen. Dus ja, vertel. Ja, ik ben Manisha Ganner. Ik ben binnenkort 35, oktober, 9 oktober, 35. En ik heb twee bedrijven. Eentje is Cupping-kracht en andere sollicitatiekracht. En ik doe twee hele verschillende dingen. Yeah. En ik woon samen met mijn man in Waddinxveen. Mm-hmm. We zijn bijna 2 jaar getrouwd. Dus ook wel heel leuk. Yeah. En wat ik eigenlijk doe is, eerst wil ik ook een sollicitatiekracht hebben. Even. Ja, laat doe maar eventjes. Ja. Ben je daar ook als eerste mee begonnen? Ja, ik ben eerst daarmee begonnen in 2021. Eigenlijk moet ik even teruggaan van hoe ik ben begonnen eigenlijk. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Een master Human Resource Management gedaan. Okay. En toen ben ik gewoon in het bedrijfsleven beland. En ik ben gewoon gaan werken, gewoon even in loondienst, zoals er eigenlijk een beetje van je verwacht wordt. Verwachtingen. Je hebt een goede opleiding en daarna wordt gewoon verwacht. Je gaat gewoon netjes in loondienst en je gaat geld verdienen. Die netjes in loondienst vind ik wel echt heel leuk. Netjes in loondienst. Ja, dus dat heb ik ook gedaan. Ja. Nou, toen heb ik ben altijd in de arbeidsbemiddeling actief geweest. En in ieder geval HR dan toch echt? Altijd was ik daarmee bezig. Yeah. En op een gegeven moment, eind 2020, toen voelde ik me al niet zo lekker in mijn vel bij mijn werkgever. Yeah. En toen dacht ik echt zo van, ja, wat doe ik hier? En toen had ik ook nog eens een slecht eindejaarsgesprek. Oh. Dat ze mij niet meer salaris wilden bieden, terwijl ik zoiets had van, ik haal opdrachten binnen voor jullie. Ik doe zo mijn best en ik word niet beloond daarvoor. Vond ik heel lastig. Dat snap ik ook. Ja. Ik probeer mezelf ook even te. Was er een reorganisatie daar? Of? Nee, het was een heel jong bedrijf. Heel veel jonge mensen. Ja. Processen stonden nog niet. Dus dat was echt wel heel lastig. Ja. Maar ik voelde me daar wel 4 jaar lang echt thuis. Heel veel verschillende managers gehad in die 4 jaar tijd. Maar was dit dan je eerste baan? Nee, dit was mijn tweede baan. En toen op een gegeven moment kreeg ik dus die salarisverhoging niet. En ik denk van, ik doe zo hard mijn best. Ja. Waarom ben je? En wat kreeg ik als reden dat ik al veel te hoog was binnengekomen? Veel te hoog was ingeschaald. En weet je hoe ik dat terecht had gekregen? Door te onderhandelen. Ik was gewoon daar gaan zitten, ik had sollicitatiegesprekken. Ik heb onderhandeld over mijn salaris. Dat is normaal. Ik ben heel slecht in onderhandelen. maar als jij je waarde kent en ook als je bij een nieuwe werkgever of je eerste baan is wat lastiger. Ja. Dat begrijp ik. Dan ben je al lang blij. Hè? Je bent afgestudeerd. Je gaat beginnen met je eerste baan anders. Maar ik vind het juist goed dat je dat hebt gedaan. Dus ik heb gewoon heel hoog ingezet. Ja. En elk jaar kreeg een verhoging. Dus ik had al best wel een hoog salaris. En zij wilden mij gewoon niet meer geven, dat was hun reden. Dus ze gingen dingen verzinnen waarom ze mij niet meer salaris gaven. Ja. Dus ik vond dat gewoon bizar, dus ik werd echt heel ontevreden. Nou, toen ben ik nog een beetje rond gaan kijken, maar tegelijkertijd dacht ik van, wil ik voor altijd in loondienst blijven? Dat was de vraag die ik mij zelf ging stellen. En ik was toen ook een beetje, dat ik zat niet zo lekker in mijn vel. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ja, ik weet dat ik veel meer kan. Ik heb gewoon veel meer potentie in me, maar wat wil ik dan? En dat wist ik gewoon echt niet. Ik dacht, wil ik zelf een bedrijf gaan opstarten om een product te lanceren? Yeah. Wil ik een dienst verlenen? Ik wist het gewoon even niet. En toen ben ik heel erg naar binnen gaan keren. Mm-hmm. Gewoon kijken, oké, wat heb ik nodig? En toen kwamen de juiste mensen op mijn pad. Gewoon via Instagram. Ik heb een gratis chakra healing gehad. Het was een scan. Een telefoongesprek met een dame. Een Hindoestaanse dame trouwens. Yeah. En zij is nog steeds in mijn leven. En zij belde mij op. Mm-hmm. Zij vertelde mij dingen. Wat ik dacht, wow, dit komt zo overeen. Mm-hmm. En toen ben ik gewoon bij haar langs gegaan. Dat was toevallig hier. We zitten nu in Ypenburg trouwens. Hierachter. Oh, mooi. En ben ik bij haar langs geweest. Ja. En vervolgens heb ik een healing van haar gehad. Mm-hmm. En toen ging alles op zijn plek.
ik ben me gaan verdiepen ook in chakra's en energiestromen. Want ik was er helemaal niet in thuis. Je moet je voorstellen, ik kom van de universiteit. Ik ben heel erg in mijn hoofd. Ik denk alleen maar aan wetenschappelijke dingen. Ik moest niks hebben van voelen. Dat voelen wat er in je lichaam gebeurt. Dus er ging een hele andere wereld voor mij open. Maar dat kon alleen omdat ik dus zoekende was. En na die healing, ik heb er meerdere gedaan, omdat ik me zo prettig bij haar voelde. En ik merkte gewoon gelijk een enorm verschil in mijn denkwijze, in hoe ik me voelde. En toen ben ik op een gegeven moment het boek De Wonderen van Pranic Healing gaan lezen. En daar zaten gewoon opdrachten in, die je moest doen. En in die opdracht, het ging zo soepel, ik ging opeens mijn handen activeren. Echt bizar. Ik kon gewoon dingen voelen. Ik ging oefeningen doen met mijn man. En dan belachelijk, wat ben jij aan het doen? Een hele andere wereld kwam ik in terecht. En in die tijd had ik zo'n goede band met die dame. Bij die healing had gedaan. Dat ik gewoon in het diepe ben gestapt. En gewoon tegen haar gezegd van, ja, of zij ook tegen mij, ik bied iets aan. Zij was ook net startend met haar onderneming. Ik heb een coachtraject. Wil je dat? Dan ben ik gewoon gaan doen. 4 weken lang, wekelijks met haar sessies gehad. En toen ben ik echt heel ver gekomen. En zij heeft me ook enorm geholpen om mijn tweede bedrijf op te starten. Oh, mooi. Ja. En door haar dus, omdat ik dus zoekende was van, wat wil ik nou? Wat voor bedrijf wil ik nou hebben? Dus ik vertelde haar op een gegeven moment dat ik mijn ex was tegengekomen. Echt heel bizar. Dat kan gebeuren. Ja, als je een ex hebt, dan kan je, als je in hetzelfde land woont. Dus ik kwam mijn ex tegen. En hij had het ook van, jij hebt me echt goed geholpen met die, ik heb die baan gekregen, dit en dat. En toen dacht ik, wauw. Dus ik vertelde aan haar, zegt ze, dat is jouw kracht. Jij bent daar gewoon heel, heel goed. En zei ik, ja, ik help iedereen altijd met solliciteren, met onderhandelen. Mijn vriendinnen, voordat ze een gesprek hebben, een sollicitatiegesprek, zit ze tegenover me. Gaan we gewoon het hele gesprek oefenen. Maar dat is mooi. En dat bied jij dus ook aan. Stel, ik ben op zoek naar een nieuwe baan of ik heb geen baan. Wat voor traject bied je dan aan en hoe ga je te werk? Nou, als allereerst vind ik het super belangrijk dat ik met die persoon echt een klik heb. Een klik is echt uitermate belangrijk. Dus wat ik aanbied is sowieso een intake, een telefonisch intake, gratis van een half uur. Dat is best wel lang. Een half uur. Dan gaan we gewoon elkaar leren kennen. Wie ben jij, wie ben ik? Waar zit jouw bottleneck? Dus waar zit jij mee? En dan ben ik heel eerlijk of ik de juiste persoon ben om jou verder te helpen. Maar heb je ook mensen gehad van wie je dacht je twijfelde? Van, er is wel een klik, maar ik weet niet zeker of ik de juiste ben. En waar lag dat dan aan? Dat lag aan het stukje verwachtingen. Wat de verwachtingen wat die persoon dan van mij had. Want ik bied trajecten van 4 weken aan. Ik ben er ook van overtuigd dat jij in 4 weken tijd jij zulke stappen kan zetten dat jij zelf aan de slag kan. Wat? 4 weken? 4 weken. Ja. 4 weken is maar 1 maand, mensen. Dat is best snel. Ja. En elke week hebben we sessies. Ik geef je ook huiswerk mee, hè? Dat is echt wel belangrijk. Huiswerk. Ik dacht al. Moet ook wel. Ik geef je echt huiswerk mee. Maar ik heb tot nu toe allemaal succesverhalen gehad. In die 4 weken lukt het echt om een bepaald niveau te komen. Maar wat bedoel je met niveau? Is het dat je op zijn minst een gesprek krijgt? Want soms krijg je heel veel afwijzingen. Ja, klopt. Die tijd heb ik ook gekend. Dus... Ja. Het is een verschil in wat wil jij precies bereiken? Heb jij moeite met je cv oppimpen? Heb jij moeite met je sollicitatiebrief? Word jij niet uitgenodigd? Dus het hangt ervan in die intake. Gaan wij met elkaar onderzoeken waar zit jouw hulpvraag? Het is niet zo dat jij binnen 4 weken garandeert van dan heb je absoluut niet. Dat is wel ook al heel veel denken. Kom je nu maar dit en dit en check. Nee, dat is echt niet. Nee, want dan zou ik iets verkopen waar ik gewoon totaal niet achter sta. Dat is gewoon nee. Nee, maar het is ook moeilijk. Ik bedoel, kijk, en mensen moeten ook weten wat ze zelf willen en waar hun krachten liggen. Ja. En als je dat weet, waar ben je goed in? Klopt. Waar ben je niet goed in? Wat vind je leuk? Wat vind je niet leuk? En waar zou je over kunnen onderhandelen? Zeker. Het is dat ik, de mensen vragen mij soms ook, hoe heb jij dat dan gedaan? Het is dat ik... ik ben eigenlijk benaderd bij BVD dan via LinkedIn. Terwijl ik nog bij het Rijkspaspoort zat. Ja. En die andere wilde me houden met de schouderpijn. Ik zei, maar BVD krijg ik niet. Dus sorry. Kan je niet langer blijven? Nee, maar dan moet je keuzes maken. Soms voel je schuldig ten opzichte van je oude werkgever. Dat je denkt, maar waarom zou je schuldig voelen? Je verdient meer, ken je waarde. En dan
Precies. Zet hoop in. Wat jij dus ook hebt gedaan bij je... Ja, bij je vorige werkgever inderdaad. Dus wat ik heel veel tegenkom is dat echt verschillende fases hoor. Sommigen die zitten bij hun huidige werkgever en zijn zo ontevreden. Maar ontevreden over hoe het gaat, dat ze geen waardering krijgen over... Verschillende dingen. Yeah. Soms willen ze gewoon meer geld. Heel eerlijk, iedereen wil toch meer geld? Je wilt leuke dingen doen. Je wilt alles kost ook geld en geld is heel belangrijk en soms vergeten mensen dat. En ook als jij zegt dat geld niet belangrijk is, straal je dat uit en dan krijg je ook niet veel. Ja. En geld is gewoon energie. Zeker. Dus soms zitten ze in de fase van dat ze heel erg ontevreden zijn met hun huidige werkgever, maar die zekerheid willen opgeven. Ze hebben een vast contract, ze hebben een huis. Yeah. Ik snap dat allemaal, hè? Maar je energie die wordt steeds minder. Ja. Elke dag dat jij weer met tegenzin opstaat en in die omgeving terechtkomt, het zaakt leeg. Snap ik. Ook als je het gewoon niet naar je zin hebt door collega's, door omstandigheden, door... De werkdruk misschien. Kan ook de werkdruk zijn, hè. Het ligt aan waar je werkt en hoe het er aan toe gaat. Precies. Heel veel dingen spelen eigenlijk een rol. Ja. Dus dat is eigenlijk... Dus dat is ook een positie, maar ook zo, sommige mensen die ik heb gehad, die wisten gewoon niet hoe ze moesten uitspringen met hun cv. Weet je wel, en ik heb altijd zoiets van, kijk eerst naar het bedrijf, de layout, gebruik die kleuren. Het zijn eigenlijk hele simpele tips die ik meegeef. Echt heel logisch. Ja, maar voor de ander nog niet, hè? Precies. Dus ik ben degene die een stukje begeleiding biedt. Het hangt er gewoon echt af, wat is jouw hulpvraag? Ja. En aan de hand van dat ben ik heel eerlijk, ben ik de juiste persoon die jou op weg kan helpen of niet? Maar dat vind ik wel mooi, dat je daar wel eerlijk in bent. En dat jij niet mensen binnen wil halen puur voor geld. Ja. Maar dat je iemand ook echt oprecht wil helpen. Klopt. En dat zie je ook niet zoveel. Ja. Dat er mensen zijn die... het is gewoon zo. Ik bedoel, kijk, als je net begint met een business. Ik begrijp je wel of een product verkopen, een dienst verkopen of wat dan ook. Of een cursus. En iedereen begint tegenwoordig met iets. En dat is heel mooi. Ja. Maar doe dan wel... Het vanuit je hart, dat je het een ander ook gunt en dat een ander ook verder komt. Ja, zeker. En niet de jaloezie en afgunst en zo. En dat soort Precies. Oké, dus dat is sollicitatie. Ja, maar dus tegelijk toen, dus dat een keer zo gestart. Maar ik had dus in mijn zoektocht naar, weet je wel, wat ik zelf niet zo lekker in mijn vel zat en dergelijke, had ik het met mijn nagelstylist erover. Laat mijn nagels elke 4 weken doen. Maar dat vind ik wel leuk, want je bent wel echt, die transformatie, hè, van hoe je was, de dingen die je doet. En je houdt ook van mooie dingen en ik hou ook van mooie dingen. Ja. En ook al ben ik wel van dat, hè, van je innerlijk en dat. Maar we mogen ons gewoon verzorgen en daar is niks mis mee. Het heeft ook niks met oppervlakkigheid te maken of wat dan ook. Ik weet dat sommige mensen dat af en toe kunnen terugkoppelen. Dat je, jij bent met Reiki bezig en dat heeft dan toch niks met natuurlijke botox te maken wat ik volgend jaar ga aanbieden. Maar snap je? Klopt. Dus ik laat mijn nagels daar elke 4 weken doen. Nu om de 3 weken, omdat het best wel heel snel groeit. Mm-hmm. En zij had het over transformational cupping. Dus ik dacht, wat is dat nou? Yeah. Toen zei ze van, ik had heel erg last van haar arm. Omdat als nagelstiel het is een constant aan het veilen. En uit dezelfde beweging. Precies. Dus zij had echt wel heel erg blokkades hier. En toen zei ik van, ik ben wel geïnteresseerd bij wie lijkt ze naartoe. Zei ze, wacht, ik ga haar even appen op zijn plek, want het is heel druk. Oh. Toen dacht ik, oké, laat me maar weten. Nou, toen had ze plek. Ben ik bij haar langs geweest. Hier inderdaad? In Kijkduin. Ze zit in Kijkduin. Ja. En ik weet niet wat ik meemaakte. En dan heb je een hele behandeling? Nee, je kan altijd de lichaamsdelen alleen laten behandelen. Dus in een uur tijd kan je maar één lichaamsdeel echt aanpakken. Dus bijvoorbeeld je nek, rug, gebied. Of alleen je benen, bijvoorbeeld je voorbeen. Of bijvoorbeeld je billen, hè, tegen cellulitis of putjes. Putjes ook. Ja. Nee, maar wacht, putjes zijn weer iets anders dan cellulitis. Klopt. Oh, ik dacht dat hetzelfde is. Maar het lijkt erop, maar het kan verschillende redenen hebben waarom die putjes zijn ontstaan natuurlijk. Ja, dus het is ongeveer, Maar ik kan ook litteken zeggen. Ik weet dat ik zie het ook een beetje nog van litteken. Ik heb jarenlang hier gekrat en puist gehad. En het is eigenlijk, je ziet het niet heel erg, maar... Maar toen dacht ik van, ik ging voor mijn nek. Weet je, je zit altijd op je laptop. Ik merk dat als ik me te veel druk maak, dat ik ook de schouders zo ga doen. Of in de winter ook, wat ik kou heb. Ja. Ik merk er zo over. Ja, nee, maar ik denk dat meer dan mensen dat doen. Ja. Want ik heb het ook, dan merk ik, dan ga ik zo lopen. Het regent, je gaat automatisch een beetje zo. Klopt, dat had ik heel erg. Ja. Ik heb dat gebied aan.
En ik sprak van met die dame ook tijdens de behandeling. Het was wel pijnlijk voor mij, maar ze hield heel erg rekening met van wat kan ik aan. Ja, want je moet je voorstellen, er gaat een vacuüm, wordt een pomp op je geplaatst, die trekt je vacuüm en ze gaat er gewoon overheen. Dus niet, de meeste mensen zullen misschien cupping wel kennen van de Chinezen. Ja, ja, met de acupunctuur. Ja. Maar heb je dat eng, dat zo vuur, je doet niet met vuur of nee, zo, hè? Nee, nee. Oké. Het kan echt werken hoor, maar ik durf er niet mee te werken. En waar haal jij je dingetjes? Cups, een Duitse aanbieder. Dat heb ik vanuit mijn cursus meegekregen. Dus wat is dus, ik ging dus die in mijn zoektocht naar mezelf. Had ik dus mee, door die dame eigenlijk. Yeah. Die dame heeft me verteld van ik heb die opleiding daar en daar gedaan. Yeah. En misschien moet je het ook even bekijken. Dus dat is dan ook met je gedeeld. Zeker. Heeft. Dus niet dat jij elke keer naar haar hoeft te gaan. Nee. Dat je dan... Klopt, dus zij heeft gewoon verteld, ik heb daar de opleiding gedaan, neem een kijkje. Oh, dus ik heb meerdere behandelingen bij haar ondergaan en ook bij een andere dame. Ja. En, maar waarom ben je naar een andere gegaan dan? Omdat ik ook wel, ik wil de verschil ervaren. Oh, ja, kijk, want je krijgt een bepaalde basis mee tijdens de training. Mm-hmm. Maar vervolgens geeft iedereen zijn eigen rijbaan. Ja, nee, dat snap ik. Weet je, de een masseert meer erbij. De ander doet ook nog een soort van healing erbij. Energetische is bezig. Dus iedereen geeft zijn eigen wending eraan. En hoe lang duurde de opleiding? De opleiding was 3 dagen. Het was heel intensief. In Brabant heb ik dat gedaan. Zo weet je. Uiteindelijk. Ja, dus ik ben ook helemaal door andere cursisten onder handen genomen. Je krijgt iets mee over voeding. Krijg je mee. Je krijgt iets mee over energiebanen, hè, die door je lichaam heen lopen. Yeah. Dus je meridianen. Precies, daar krijg je iets van mee. En je gaat echt leren cuppen. Van oké, welke techniek gebruik je? Hoe masseer je erbij? Wat is belangrijk terwijl je aan het cuppen bent? Weet je, dat bijvoorbeeld nooit die persoon mag loslaten als je bezig bent. Altijd je andere hand, als je aan het cuppen bent, erop houden. En waarom? En je geeft een soort van geruststelling. Weet je, het kan best wel pijn zijn wat je doet, maar je bent met die andere hand, geef een soort van geruststelling aan het lichaam. Want ik ben er voor jou. En mensen kunnen ook huilen tijdens dat ze het echt loslaten. Ik bedoel, kijk, reiki kan je niet vergelijken met cupping, maar wel het loslaat. Ik weet niet of je techniek kan noemen, maar het is een proces die je doorgaat. Klopt. En ik vond het ook heel bijzonder hoor, want ik wist ook niet, toen ik uiteindelijk mijn opleiding had voltooid, die 3 dagen heb ik, toen dacht ik, wat wil ik hier eigenlijk mee? Want ik had nooit de intentie die opleiding te doen, om er iets mee te doen. Oh, ik heb het voor mezelf gedaan. Het was een cadeautje voor mezelf. Ja, maar wel, kan jij jezelf cuppen? Ja, mijn bovenbenen, dus gebieden waar ik gewoon bij kan. Kan ik mezelf. Maar je billen, je achterkant kan sowieso. Nee, dat moet altijd bij iemand zijn. Dus dit deel hier helemaal niet. Nee. Maar de rest. Je handen en je voeten kan je niet cuppen, toch? Nou, je voeten zit weinig vet. Daarom. Dus je trekt bijna geen vacuüm. Dat is heel lastig. Ja, maar dat heeft ook geen nut. Ja, maar stel iemand heeft daar pijn, dan ga je niet daar. Dan ga je bij de kuit, waar het vandaan komt. Je gaat ook voelen, je leert ook tijdens die cursus voelen waar die blokkades zitten. Maar voel je dan op spier- of zenuwniveau? Spierniveau. En je moet die cupping vergelijken met een hele bindweefselmassage. Dat doet heel erg. Ja. Maar dat heb ik wel geleerd tijdens de opleiding, dat als de reiki niet werkt, ga naar zo iemand, fascia noemen ze het ook bij, dat ik dan denk van misschien moet je dat doen. Ik was bij een dame geweest in Schiedam om te masseren, dat is echt heel fijn. Ze doet het ook bij cupping, maar Schiedam is ook iets verder en zo. En toen zag ik jou en dacht ik, je bent ook in de buurt en ook hoe open je bent, dat ik dacht. En vandaar ook, hè. Ja, superleuk. Want wij kennen elkaar gewoon helemaal niet. Nee. En je hebt me gewoon een berichtje. Nee, maar het is alsof ik jou gewoon ken en ook heb. We hadden hiervoor ook nog gewoon ons gesprek en gewoon heel open, eerlijk, oprecht. En dat vind ik mooi, gewoon gesprekken aangaan met mensen en dat je gewoon durft te delen en elkaar wil helpen. Zeker. Nog een vraag. Jouw broertje, die is personal trainer. Klopt. Als je mij volgt op social media, dan zie je altijd voeding voorbij komen. Ja. Trainen. Ik vind het heel leuk. Kijk, niet iedereen vindt dat interessant. Nee. Maar ik van, waarom volg je dan? Ja. Nee. Maar dan heb je altijd commentaar. Dan denk je, donderdag op mijn socials dan. Hè? Mijn broertje is dus personal trainer. Yeah. En hij is totaal anders gebouwd dan ik. Echt, we zijn werelden van verschil, terwijl we wel hetzelfde vader en moeder hebben. Oké, want je
je hebt een broertje en een zusje. En een zusje. Ja, mijn zusje is 1,5 jaar schelen we met elkaar. En mijn broertje en ik, hij komt uit 1997. Oei, oei. Jaren 90. Jaren 90 kind. Wat leuk. Oh, wat is die? Ja, hij vindt ook wel een uitdaging om mij te trainen, want ja, ik ben zijn zus. Dat lijkt me ook... En ga ik dingen van hem aannemen, hè? Maar ik moet zeggen dat ik echt wel onder de indruk ben van hem, van zijn kennis. Oh. En ik heb al 2 pakketten bij afgenomen, het is echt niet gratis. Ik betaal gewoon voor, ook als mijn broertje, ik betaal gewoon, want ja, hij is startende ondernemer. En ik heb zoiets van... Dat vind ik nou mooi. Ja. Mensen, geloof me, mensen vragen me korting, familieprijs, vriendenprijs. Ik heb heel veel cadeauronden gegeven en dat doe ik vanuit mijn hart. Ja. Maar jongen, ik ben net begonnen. Ja. Maar dit vind ik wel echt mooi. En hetzelfde ook, mijn neefje, mijn tante zoon, hetzelfde. Die traint ook bij hem en die betaalt ook gewoon. Maar dat hoort toch ook? Ja. Ik bedoel, je moet elkaar juist supporten en niet continu een korting vragen. Kijk, de eerste keer is iets anders. Ja. Ik heb heel vaak mensen een gratis behandeling geven op afstand om te ervaren. Want niet iedereen weet wat rijk is. Ze denken, het is zweverig, ik zie het niet en dit dan. Maar dan voelen ze zich zo. Ja, zeker. Oké, hij is dus personal trainer. Ja, en maar ook voedings, want hij echt... Ja, hij heeft de opleiding daarvoor gedaan, want je hebt een opleiding om te worden. Hij heeft een opleiding gedaan, die is ook succesvol afgerond. Ja. En in Nederland, zeker in Nederland. En dit is gewoon zijn passie. Ook hoe hij praat erover. Yeah. Hoe hij probeert mij te stimuleren. Van ook, kijk, weet je, ik kom best wel vaak bij mijn ouders. En hij woont nog thuis. En dan ziet hij ook van, weet je, dit is goed wat je eet. Hij heeft me ook een stukje voeding meegegeven. Van wat is goed voor mij. Dat zit in de opleiding ook. Ja, Oké. Dus dat geeft hij me allemaal mee. En hij weet gewoon superveel. En het is ook wel... elke week als ik met hem train, gaan we weer een stapje verder. Dus nou, ik zie wel dingen die ik doe, dat ik daar best wel moeilijk. Krachttraining lijkt me sowieso moeilijk. Hè? En wat ik ook voorbij zag komen, bakjes eten. Ja. Kan je me daar meer over vertellen? Want dat lijkt me ook moeilijk gezellig voor mezelf. Voor mij is echt de uitdaging eten. Weet je wel, de voeding. Weet ik eigenlijk sporten, ik kan 3 keer per week naar de sportschool gaan. Ik kan precies doen wat je zegt. Yeah. Ik ben echt gemotiveerd, weet je wel. Gelukkig. Maar het eten. Ja. Maar je houdt wel lekker eten. Ja, samen uit eten gaan. Yeah. Weet je, hier een koekje, daar een koekje. Fernandes vind ik ook heerlijk. Oh, maar dan die oranje. Oh, ginger. Ja, maar ik vind dat die cream ginger is veranderd qua smaak. Want ik vond de oudere versie, die was ook. Ik had dus van die en groen. En af en toe blauw en geel, maar niet altijd. Ik noem het altijd ginger ale, maar het is helemaal geen ginger ale. Ja, de cream ginger. Het is geen ginger ale. Ja. Dus, maar die bakjes die... Ja, wat hij doet, hij heeft een samenwerkingsverband met een dame uit Amsterdam. Amsterdam? Ja, maar die maakt echt wel hele lekkere voeding. Kan je allergieën doorgeven, want ik ben allergisch voor schaaldieren. Je kan ook geen garnalen? Nee, nooit. Oh. Ik zo helemaal op. Sushi kan wel, maar niet maar geen garnalen. Geen garnalen sushi. Of zo, zalm, tonijn, kip. Oh, dus dat kan allemaal. Ja, dat gelukkig wel. Het is maar wel mooi. Dus hij, personal training, voeding. Juist. Wat kost een pakket bij hem? Ja, dat is een hele goeie. Want moet je even op zijn website kijken. Oh, die is er al. Ja, die is er gelukkig al, want toen jij keek was het er nog niet. Nee, maar ik vind zijn logo, mensen. Ik vind het gewoon awesome. En ik vroeg het toen aan jou. Ja. Dan kan ik het alvast delen, weet je. Want ik vond het echt... Klopt. Hij heeft zelf bedacht. Ja, hij heeft echt iemand in de hand. Het is een kapper, volgens mij. De vriendin van zijn kapper heeft het logo ontworpen. Zij heeft een marketingbureau. Oh, wat leuk. Dus, daar wil ik meer over weten. Dus die heeft het logo ontworpen. En hij had drie verschillende logo's ontworpen. En hij waren wel heel tof, hoor. En hij heeft de tofste gekozen. Nee, maar ook omdat er zich over nagedacht. Omdat ik herkende bepaalde dingen. En ik dacht van, wauw, wat een details. Ja. Mensen nemen... Ik weet, ik was zelf op zoek naar voor mijn eigen logo's, dus je kan heel veel dingen zien. Dan zie je dat bij meerdere voorkant, vooral bij beauty dingen. Ja. Hey, die heeft hetzelfde poppetje. Dan denk je van, hey, nee, maar dat is gewoon vandaar. Dat ik denk, nee, dat wil je niet. Klopt, het is echt uniek wat hij heeft. Zeker, dat is niet... Ja, maar dus je kan op zijn website kijken, physicalart.nl. En daar zie je de pakketten staan. Ik had een strippenkaart genomen. Ik had dus, omdat ik dacht van, ik wil eerst kijken. Leuk dat mijn broertje is, maar ik wil kijken... Kan hij nog een coachen? Dat lijkt me ook wel iets lastiger dan. Ja. Dus ik had een strippenkaart voor 10 lessen genomen. Yeah. Vervolgens nog een keer 10 lessen. Yeah. En nu daarna kan je voor kiezen van wil je een abonnement. Dus dat je maandelijks een abonnement afneemt. Yeah.
betaal je een vast bedrag voor. Ja. En dan kan je gewoon elke week sporten. Dat hangt ook van je doel af. Ben je één keer, je twee keer. En ik vond één keer genoeg, hè? Per week. Ja. Omdat ik zoiets had, ik sport zelf ook. Weet je, ik weet ook wat ik doe. Ja, maar ik dacht, ik zag jouw ding. Ik dacht, je doet veel. Ook krachttraining, Pilates. Pilates is heftig, toch ook? Ja, het werkt wel heel. Zwemmen, zag ik ook. Maar waar sport je dan? Waar heb je dat dan wel? Ja, nou, ik woon in Waddinxveen. Oh, daar ook. Ja, nee, nou maar. In mijn dorpje. Ja. Maar ik heb dus echt een geweldige sportschool. Living Well heet het. XL in Gouda. Dat is maar 8 minuten van mijn huis vandaan. Is dat zo dichtbij? Oh, sorry. Ja. Topo is heel slecht. Ik weet dat ik dat niet heb. Oké, ja. Ja, het is echt super dichtbij. En daar doe ik alles. Oké, dus daar heb je ook zwemmen en Pilates en alles? Pilates heb je wel. Zwemmen doe ik iets verder vandaan. Nee, maar dat, ik vind het wel mooi om te zien dat je... Je bent ook gewoon eerlijk over dingen. En dat vind ik leuk. Want anders... Ja, als je niet eerlijk bent, dan heb ik er zelf ook niks aan. Weet je? Omdat ik zelf natuurlijk ook bezig ben van, nou, ik vind suikers weer heel moeilijk ook. Want ik herken het. En soms die cravings naar vlees, en vlees is eigenlijk niet goed voor me. Ja. En ook, ik merk ook hoe verder je komt in je ontwikkeling, met reiki en alles, dat het zwaar wordt. Ja. En dat vind ik zo lekker, dat ben ik daarna zo, en dat eet ik niet eens heel veel, hè? Ja. Maar zo opgezet, dat voel ik denk, ik heb daar ook heel erg last van, dat mijn buik heel snel opzwelt van bepaald eten. Dat, voornamelijk gluten bij mij, maar ook best wel kruidig eten. Weet je, wij houden van masala. Dus ik heb er gelijk last van eigenlijk. Ja, ik herken het. Terwijl ik het zo graag eet. Als ik dan loop gewoon in de wijk en dan ruik je, denk oké, hier woon je in de Staten. Of iemand die dan met... Maar ik merk daar dus dat ik er steeds meer last van krijg. Ja. En ik denk van, is het waard? Is het waard om even die roti met kip te eten? Of ik snap toch het. Maar niet? Ja, nou ja, ik probeer een balans te vinden. Het gaat lastig, ik heb nog een maandje de tijd. Dan ga ik naar Zuid-Afrika, pas in de jurk. Ja. Van, je gaat trouwerij, toch? Ja, mijn neefje gaat trouwen. Ja. Super awesome. Ik vind het super leuk. Wat ga jij precies bij mij doen? Je bent hier nu in mijn cuppingsalon, Ypenburg. En wat ik vandaag bij jou ga doen, is jouw gezicht behandelen. Wat wij in het dagelijks leven vaak vergeten, is dat wij echt wel heel veel spanning, vooral in die kaken, opbouwen. Mm-hmm. Kaken, dus... Mijn wangen ook heel soms. Heel dat ik denk, want dan ben ik natuurlijk bezig met mijn eigen ding. Dat ik, Dus die cupping zorgt natuurlijk voor die onderliggende laag gaan we activeren. Mm-hmm. Dus ik ga eerst goed voelen van oké, hoe voelt jouw gezicht aan, waar zitten de spanningen? Ja. En dan ga ik gewoon met zo'n glazen cup gaan we eroverheen. En dan kijken wat er loskomt, wat er vrij komt. Ja. Ik kijk ook heel goed van oké, waar zit jouw pijngrens? Hè? Want het kan pijn zijn, maar ik begeleid je daar echt heel goed in. En het is belangrijk dat jij goed met mij communiceert ook. Ja. En met olie doe je dat wel? Ja, druivenpitolie. Ja. Waarom met druivenpitolie? Mm-hmm. Dat heeft een ontsteking remmende eigenschappen heeft het. Ja. Maar het maakt ook de huid egaal. Oh, ja. Nee, dat willen we allemaal. Ja, ik toch? Zeker. Ik heb een natuurlijk product, hè. Het wordt echt niks toegevoegd. Ja. Dus dat is echt geweldig voor de behandeling die ik uitvoer. Druivenpit kan je ook drinken, toch, dacht ik? Als je dat sap uit dingen... Dat durf ik niet te zeggen. Ik zag dat bij iemand voorbij komen. Ja. Nou, het kwam zo bekend voor toen je dat zei. En een dame bij wie ik... Had ik ook een interview mee gedaan in Amsterdam. Van Sacred Beauty Rituals. Ja. Zij maakte dat. Dus ik dacht... Druivenpit, het sap. Dat ik denk, hoe dan? Maar je moet dat weet ik niet. Dat zeg niet. Dus ik heb er zin in. Ik heb nog iets kleins voor jou. Om jou te danken. Maar eerst... Hij is heel schattig. Zal ik hem voorlezen? Ja. Nou, mijn naam staat erop. Ja. Oh, leuk. Ja, dat doe ik normaal ook nooit zo, maar ik vond dat anders. Ja. A small card. En dan weet ik, thank you. Oké, dit was eigenlijk bedoeld voor daarna, maar Emelisa, bedankt voor het interview. Ja, allereerst. Mm-hmm. En de behandeling die ik zo ga krijgen. De C van connectie. De U van uitmuntend. De P van prachtig. De B van punctueel. De I van intelligent. De F van Nederland. De G van groei. De K van kans. De R van rust. De A van aantrekkingskracht. De C van creatie. De H van heling. En de T van trouw. Oh. En dat zijn de letters van jouw bedrijf, Cuppingkracht. Oh, wat mooi! Ja, en dat past er precies op. Ja? Oh, ik dacht, ik kan het niet zwaar. Super, ik vind het echt heel lief. En dan heb ik nog een theetje. Oh. Ik zal je iets vertellen, hè? Ja, ik dacht, jij bent wel gezonde dingen. Ja, zeker. Ik ben dus gestopt met al die thee van Lipton. Ja, maar die is heel slecht. Precies. Die zijn super slecht. En dat is een limited edition. Business. Oh, super, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ik vind het echt heel lief. Nou, dit is echt wel een cadeau die ik heel erg kan waarderen.
Ja, ik dacht ik wil iets gezonds en de datum van vandaag van de happiness calendar en deze. Het is ook een goede dag voor nieuwe connecties ook. Ja. En als je een koopcontract gaat tekenen, dat is ook een heel goed idee. Dus weet je, we zitten nu net in de herfst en goede energie die nu weer gaat stromen. Oh, mooi. Ken jij trouwens die, die site, Rhythm of Nature? Het komt heel goed voor. Nou, daar kijk ik dus voordat ik een behandeling doe voor mezelf. Dus bijvoorbeeld ik ga voor mijn haren iets doen, knippen, wassen. Kan je daarop dus kijken of het een goede dag daarvoor is. Oh, ja, nee, dat zie je dus dat ook. Is dit toch dit ook? Zie je ook, want soms niet een goede dag om je haren. Juist. Een goede dag voor beauty of waxen of zo. Ja. Het heeft ook allemaal met de maanstanden te maken. Precies. En sommigen vinden het onzin, maar ik vind het echt awesome. Ja, ik ook. Ik kijk er best lang naar. Ja, gelukkig hè. Great minds think alike. Ja. Dus daar ik vond het super. Ja, ik ook. Ja. Super leuk. Super leuk. En ik ben benieuwd naar de behandeling. Ja, ja, lieve mensen, ik heb zojuist een behandeling gehad en het was awesome. Pijnlijk, dat eerlijk. Ik denk niet dat iedereen het aan kan, maar mijn pijngrens is gewoon niet zo hoog. Maar ik voel me echt zo relaxed. Dus heel veel losgekomen. Hier gelukkig niet. Ik dacht dat het heel erg rood zou zijn, maar het valt reuze mee. En mijn schouders. Echt ook gewoon die tintelingen in mijn arm en bij mijn rug. Maar echt aanrader. Dus als je op zoek bent naar een goede cupper, cuppingkracht, van Manisha hier in Den Haag. En ben je op zoek naar een leuke baan. Tips hebben voor het solliciteren. Sollicitatiekracht. Ga haar volgen. Ik zal alles hieronder delen. En op Instagram kan je me gewoon ook volgen daarvoor. Nou, ik wens je een hele mooie dag toe. En alleen maar liefde. Tot de volgende.